Tony Media. De havermelkelite. Is dat nou iets waar je toe moet behoren, moet willen behoren, of moet je je daar verre van houden? Lies, het is eigenlijk al vacaciones. Ja, en de bus staat te wachten. De bus naar Salau staat te wachten. Ja. De motor zijn ze al aan je het draaien. Je hebt je stringbikini al aan. Ik heb... Dat je nu in een bus naar Salau moet met een string aan. Ja, maar weet je, dan ben je jong, wild, horny as hell. En dan kan het je allemaal gereed schelen. Denk ik. Ja, ik was helemaal niet horny en zo. Ik zat me toen ook al heel erg te erger aan alles. Ja, ik ook. Maar ik ben wel een keer met de bus met school naar Rome gegaan. Wat ook best wel een eindje rijden is met een bus. Ja, dat zat er bij ons niet in op het gymnasium in Hoorn. Maar gingen jullie wel naar Rome? Nee. Oh ja. Nee, wij wel, maar wel met de bus. Dat is toch fantastisch. Ja. Nou, ik vond die busreis ook heel pittig. Ja? Ja. Wat ik deden vond... jullie onderweg? Bob Marley draaien. Dat was wel weer heel erg leuk. En heel veel kletsen. En ik ging gewoon slapen in het gangpad. Ook stoer. Ja, ja. Best wel goor. Ik had er nog geen smetvrees. Het scheelde natuurlijk enorm. Want als je smetvrees hebt, is dat natuurlijk eigenlijk het einde van je desensitisatietherapie. Desensitisatie, precies. Ja, die had ik toen dus blijkbaar doorstaan. En daarna weer. Wat goed. En toen kwamen we aan. En toen moesten we ook gewoon meteen op pad naar kerken. En alle anderen konden dat. Maar ik ben zo'n slaapkopje. Ik was gewoon heel erg moe. Toen al. Ja, ik snap het wel af. Maar goed, dat was de enige lange... Nee, ik heb veel lange busreizen gemaakt. Maar dit was wel de langste. Nee, wij gingen naar het Oudheidkundig Museum in Leiden. Dat was onze gymnasium. Nou ja, vanuit Limburg is dat ook wel bijna net zo ver rijden. Een soort Rome, ja. En naar Xanten, daar had je dan een Romeins legerkamp... wat helemaal was nagebouwd. Dat was ook een sensatie, mensen. Maar jullie, zijn jullie helemaal niet op schoolreis naar het buitenland geweest? Ooit? Ik ben wel ooit met een kunstgeschiedenisclubje naar Parijs geweest. Dat was echt heel leuk. Dat is wel heel leuk. Parijs had ik ook wel willen doen. Ja, liepen wij steeds achteraan, mijn beste vriendin en ik. Zodat mensen dan dachten dat we Parijzenaars waren. En dat dachten ze natuurlijk ook. Dat dachten ze natuurlijk ook. Jezus, wat een fantastische vrouw. Bijzonder Parijs accent hebben die vrouw. Oh, dat is mijn cultuurtip. Ja, die cliffhanger je nog even uit beeld, hè? Dat is natuurlijk voor een andere podcast, jongens. Ik zal even willen vertellen. Ja. Ik heb een reactie gekregen, al twee keer. Op? En heb ik meteen op geact op Oorsmeer. Op Oorsmeer. Jongens, als je nu aan het ontbijten bent, zet hem even uit. Ja? Nee, want ik ga dit klinisch behandelen. Oké, neem maar vertel. Ik heb ooit verteld dat ik best wel vaak verstopte oren heb. Ik ga verder niet vertellen hoe dat komt. Ja. Maar ik heb best wel vaak verstopte oren. Ja. Met iets. Dat is waar. En dan moet ik weer naar de huisarts. Ja. En dan moet het allemaal weer uitgaan. Ja. Nou, nu heb ik al een paar DM's gekregen van mensen die zeggen... Koop... Ja, ik ga er nu reclame voor maken. Maar koop ik heb een neusdouche. Nee, want dat heb ik wel eens gekocht. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja, dat is echt een... Dat is meer voor mensen die echt in India al 16 jaar yoga beoefenen. Ja. Want dat is een soort gieter die doe je in je neus. En dan moet die via je andere neusgat weer naar beneden lopen. Dat heb ik ook wel eens gedaan toen ik nog niet wist dat ik hooikoorts had. Oh, je had gewoon hooikoorts toen. Ja, maar dat heeft natuurlijk een neusdouche geen zin. Nee. Maar vertel, wat heb jij toen? Nou, ik heb nu de ear scratcher besteld. Want ja, ik dacht als twee mensen het zeggen, dan werkt het. Dat ook heel goed. En dat is een soort... Een oorlepel. Nou, het is meer een soort... het is meer een soort lasso. Het is een stokje met een klein ijzeren lassootje eraan. Dus een open rondje. En dan moet je dan in je oor... Ja, ik vind het heel eng, hoor. Oeh. Ik ga er later natuurlijk ook nog over berichten. Maar ik vind het lief. Mensen denken vaak mee met onze medische dingetjes, kwaaltjes. Ja. Ik kreeg ook bloeddrukberichten met het. Ja, precies. Jij had al bloeddrukberichten. Ja. Nou, is het niet gevaarlijk, Aaf, die las? Hoe ga je dan niet dwars door je trommelvlies heen? Nou, dat doe is je trommelvlies dus, heen? Dat is dus de claim. Ja. Dat ik doe nooit iets met een wattenstaafje. Want dan duw je eigenlijk de hele shit alleen maar tegen je trommelvlies aan. Ja. Dat wil je niet. Okay. Trouwens, voor mensen die denken... Hey, wat leuk, ze nemen op een bouwplaats. Ja, dat is zo. Ja, het maar is, kunnen we niks het is buiten 30 graden en er staan daar een stel mensen... Ja, die moeten stellingen bouwen. Ja, die hadden dat natuurlijk ook liever niet willen doen. Maar ik vind het ook wel leuk, een beetje couleur lokaal. Zeker. Dus dat is het. Dus ik had weer een fijne medische reactie. Ben ik heel erg blij mee. Ik ben benieuwd en je moet wel echt voorzichtig doen.
Want als je namelijk de binnenkant van je oor, als je daar weer een kras in maakt met die lasso, dan kan dat weer gaan ontsteken. Ik heb dus al heel veel littekens in mijn oor, zielig hè? Hoe kan dat dan? Nou ja, omdat ik zo vaak oorontsteking heb gehad. Zielig. Zijn er oorartsen onder ons die kunnen reageren? Die langs willen komen in de podcast. Misschien even met een lampje. Wij keken vroeger wel eens met een lampje in mekaars oor als we dan ons verveelden. En dan zaten we in de spreekkamer van mijn vader. Ik ben zo jaloers op dat jij dat lampje tot je beschikking had. Gingen we elkaar achterna met een eendenbek. Ja, wisten ook niet wat het was. Gadverdamme. Ja. Wel gesteriliseerd, neem ik aan. Alles was gesteriliseerd. Alles, altijd. Ja, het was een sterilisatiebak. En dan werd het dan gloeiend heet. Oh ja. Ja, ik weet niet hoe dat... Daar gooide die dat allemaal in? Ja. En ging je ook wel eens op zo'n... Of had je vader ook zo'n gynaecologische stoel? Nee, die deed dat gewoon... Gewoon op een leunstoel. Met een lapje eronder. Nee, hij had niet zo'n gynaecologische stoel. Nee, maar dat hebben artsen ook eigenlijk helemaal niet. Want het is natuurlijk... Daarvoor moet je doorverwezen worden. Het is best hardcore, hè, die stoel. Ja. Je ligt daar toch als een kipfilet in, hè? Ja, als een willoze... Ja. Oh, ik zie die man nu ook echt door het raam. Ja, ik vind het zielig. Misschien moeten we het raam... Floor heeft nu een soort stok die ik eigenlijk alleen maar ken vanuit het onderwijs. En de gynaecologie. En de gynaecologie. Kijk, en ze doet het raam. Ja, dat is echt zo'n lokale stok. Dit is tof. Want dit scheelt wel, Floor. Alleen stik je nou niet de moord, hè? Nou, ik denk dat er eigenlijk met warm weer moet je de ramen juist dicht doen, hè? Maar het is wel nog een hele... Ja. Praat door. Lies, zal ik gewoon even vertellen wat we gaan doen? Ja, mag ik nog heel even hiervoor iets zeggen over... Nee, niet een gynaecologische reactie. Een reactie over... En dat zit me dan zelf toch nog een klein beetje dwars. Oh. Ik heb nog even na zitten denken. 2 weken geleden of zo hadden wij een lezer die een vraag stelde over... Wat moet ik doen met die vetshamende ouder van een vriendin en van haar kind? Was ook wel een heel moeilijk probleem, hè? Ja, ik heb daar echt nog een tijdje over na zitten denken. Ik vind het zo zielig voor dat kind. Ja. Is het niet toch goed om veilig thuis te bellen? Nou, toevallig zat ik er ook nog over na te denken. En toen dacht ik, wij hebben toen gezegd, hoef je niet. Maar ik dacht, bel veilig thuis. Waarom toch? Niet? Maar die legt het gewoon aan ze voor. Ja. Want dan kunnen zij beslissen of ze het een zaak vinden of niet. Ja. Want inderdaad, als iemand zijn kind zo... Heel goed dat je het weer te sprake brengt. Want als iemand zijn kind zo behandelt, dan doet ze dat misschien ook op andere manier op andere momenten. Nou, precies. Dat dachten wij al een beetje. Ja, weet je wel? Maar stel je voor dat er misschien nog wel een melding is geweest. Ja, van de buren. Of er is precies, nog, en al die meldingen komen school. Bij elkaar in een dossier. Ja. En dan kan er misschien wel een keer een maatschappelijk werker langs. Of ja, ik weet het ook niet, jongens. Want het is natuurlijk in de jeugdzorg allemaal. Ja, het is, dat is ook moeilijk. Dat dacht ik dus ook van ja, die jeugdzorg is al overbelast. Maar. Dat betekent natuurlijk niet dat je nooit meer een melding moet doen. Nee, ik vind het heel goed om hier even op terug te komen. Ja, ik heb er ook een paar berichtjes over gehad. Van hele lieve berichtjes van mensen die ook daarover na zaten te denken. Ja. En ik wil me daar eigenlijk ook bij aansluiten. Ja, dus nou, want bij die deze zeiden jongens, dat ook. Ja, die zeiden, is het niet toch verstandig om het wel te doen? Ja. Ja. Ja, beter mee dan om eigenlijk. En mocht je dit horen, lieve briefschrijver... Heb je al iets gedaan? Heb je al iets? Ja, hoe gaat het met dat meisje en hoe is het met jouw dochter? Ja, want het was inderdaad niet mals. Het was echt vaak dat die moeder dat deed. Ja. Ja. En soms dan, nou ja, als je er dan na een paar weken nog eens ook over aan terugdenkt, dan denk ik dan weer een beetje anders. Ja. Ik hoop maar niet dat jullie dat dan stom vinden. Nee, maar, dat vind ik juist goed. Ik heb ook op de fiets zitten denken van ja, hebben we dit nou niet te makkelijk afgeserveerd? Want het is nogal wat. Dus heel goed. Gelukkig, dat moest even. Moest me even van het hart. Ik vind dat heel mooi van jou. Okay. Wat gaan we deze aflevering doen? We geven ons een week een cijfer. Absoluut. Iedereen is op vakantie. Ook de reclames in de reclamemand zijn op vakantie. Oh. We gaan heel veel problemen oplossen. Nou, dan zitten we hier gewoon voor een cornetto en een raket. Dat is ook hartstikke goed. Ja. Hè? Even een sigaar uit eigen doos opeten. Primus. En we gaan rustig afsluiten met de natuurhoekje van Lies. Oh, ben ik vergeten? Nee hoor, ik heb het. Mens kan te goed acteren. Het is ook de beroep. Nou, ik dacht ook, ja, dan vertel je wat over een mus. Ja, dat kan jij. Maar goed, ze is het helemaal niet vergeten. Nee. No way. Oh, dat zijn van die gekke dingen, jongens. Van die gekke humordingen. Gekke humordingen. Het weekcijfer, Lies. Ja. Heel even eerlijk misschien. Eventjes billetjes bloot. Nee, niet eerlijk. We gaan toch nooit toegeven. We nemen dit een nooit toegeven. In het voren nooit op. Zoals jij dat... toegeven. Want je gaat zo op vakantie. Dus we nemen dit een beetje in het voren op. Ja, dus als je dit hoort, dan ben ik alweer 10 kilo lichter, bruin en extreem gelukkig. Ja. En jij ook. Ja.
En dan is er misschien van alles aan de hand in de wereld dat je denkt, waarom zeggen ze dat niet even? Ja, precies. Dat konden we dus niet weten. Ja, dat wisten we niet, want dit is eigenlijk een beetje terug in de tijd. Ja. Nou ja, het is natuurlijk maakt helemaal niet professioneel nu te zeggen, maar we zijn eigenlijk wel vrij eerlijk in deze podcast. Opgebiecht en voel ik eigenlijk wel fijn, want anders zit je de hele tijd te denken, oh god, straks breekt het is inmiddels na zomer. Ja. Oeh, ik hou zo van de herfst. Oh, ik ben zo klaar met die zomer. Mok. Ja, mok heet de thee. Nee, inderdaad. Vertel, je weekcijfer. ABC. Ik geef het toch een... Ik denk toch gewoon ook weer een 7,5. Ja, dat mag. Een beetje laf. Laf cijfer. Je mag ook 7,3 zeggen of zo. En ik zal jou vertellen waarom. Het is eigenlijk waarom denk je het is niet een 8. Je bent gezond, de zon schijnt. Je gaat op vakantie, inderdaad. Ja. Maar ik zat dus gisteren in een soort kweesten voor een bikini. Ja. En ik ben eigenlijk afgedaald in het voorgeborgde dat het kopen van een bikini heet. Het is zo verschrikkelijk. En ik wil aan jou gelijk een vraag stellen. Hoe kan het dat het makkelijker is, denk ik, om hele moeilijke drugs te kopen? Ja. Dan om gewoon een bikini te kopen voor een oudere vrouw met een grote buste. Ja. Hoe kan dat? Nou, en voor alle vrouwen overigens hoor. Ik bedoel, het is de hel op aarde. Waarom is dat? Ja. Je moet naar een heel obscuur winkeltje ergens aan de rand van de stad. Dat is dan van 6 tot 7 open. Ja. En daar heb je er dan een paar en die dan wel schijnen dan te nog passen. Maar 4 of zo. Ja. Het is ook altijd van... Nee, dat is allemaal uitverkocht. Ja, ik ging gisteren naar de Bijenkorf. Je zou toch zeggen, nou, daar. Ja, ik vreesde daar al voor toen je dat en zei. En mijn pinpas brandde in mijn hand. Ik denk, kom, je wilde echt ga wel niet aankoopjes doen. Ja, ik wilde aankoopjes doen. Ik heb dat ook gedaan. Want zoals je weet, ga je dan altijd weer weg met dingen waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Ja. En de bikini is er niet. Oh nee, die had je niet? Nee, die is er niet. Oh. Dus was het ook zo dat ze dan... Dat had ik vorig jaar. Dan hing er steeds een broekje in maat S. En dan een topje in maat XL. En dan... Alles los verkocht, dus dan moest je al die maten bij elkaar grissen. Maar die klopte dan ook helemaal niet meer. Waarom is dit? En er zijn heel veel prikkels. Is natuurlijk de muziek. Er is het zoeken naar waar moet je zijn. Heel veel Marlies Dekkers prikkels. Heel veel Marlies Dekkers prikkels. Ja, ze hebben ook ineens zwepen en zo daar. Bij Marlies Dekkers? Nou, in de Bijenkorf hebben ze ook een paar gekke gadgets. Wat ik prima vind, maar ik wil gewoon... Maar dat is toch meer iets voor Sinterklaas of Kerst? Misschien hebben ze ook niet in de zomer een zweep kopen met je Marlies Dekkers. Nou, in de zomer kan je elkaar ook aftuigen. Ja, dat is waar. Dat is natuurlijk ook zo. Maar goed, vertel even. Want weet je wat dat is, Aaf? Weet je waarom dat is? Ja. Nu weet ik het. Stel, jij wil een Marlies Dekkers, weet ik veel, pak kopen. Ja. Dat past dan niet. Nee. En dan ga je naar huis en denk je, nou, koop toch maar even die zweep. Ja, dan heb toch ik in ieder geval 80 euro uitgegeven. Want die brandt in mijn zak. En dan zit je thuis en heb je niks om aan te trekken, maar wel die zweep. Oh. En dan kan je jezelf mee kastijden. Hey. Maar je... Weet je wat ik ook... Ik vind zoveel dingen er moeilijk aan. Namelijk, ik kan totaal niet inschatten welke broek en welke top ik moet hebben. Uh-huh. Ze zitten aan de allerkutste hangertjes die er ooit zijn uitgevonden. Precies. Ja, ik weet niet of jullie het ook hebben, mensen thuis. Als je het dan weer terug wil hangen, dan moet je een heel ingewikkeld origami handeling doen. En dan breekt dat hangertje meestal. En dan breekt het. En terwijl je wil eigenlijk mensen helpen. Van goede willen zijn. Ja. Ja, maar ik wil eigenlijk gewoon al die lapjes zo in iemands gezicht gooien en de winkel verlaten, woedend. Ja, maar dat vind ik dan ook weer zielig. Je moet hem over je onderbroek heen passen. Doe ik ook. En dus wat dat ik het ziet er niet uit. Weet je, vind je dat ook zo echt, dat plastic lapje wat je er dan... Oh, dat gore lapje. Als je het koopt, dan moet je dat lapje eraf trekken. Want ik zag een keer iemand die had dat lapje... Wil het niet weten. Op de tas geplakt. Als kunstwerk? Bij wijze van feministisch statement, denk ik. Of het was per ongeluk aan haar tas blijven plakken toen ze een bikini dan moet ik aan denken, die film The Florida Project. Ken je die film? Nee. Dat is een van mijn lievelingsfilms. Ik weet het, maar ik heb over het niet die vrouw die dan als sekswerker die zit toch in een motel. Treurige Mickey Mouse flat werkt. Ja. Oh, ja. Die krijgt dan een drift bij, omdat ze het huis wordt uitgezet. En dan gaat ze naar de concierge. Die wordt gespeeld door Willem Dafoe. En dan staat ze zo te schreeuwen voor zo'n glazen pui. En dan zit Willem Dafoe achter een loket te kijken. Oh. En dan is ze zo woedend dat ze een... plakt ze een maandverband uit haar broek. Oh god. Zij is een driftbui. En die plakt ze zo met de plakstrip zo tegen die pui aan. Oh, fuck you. Ja. En dan loopt ze weg. Dat is een meesterlijke scène. Dat is... sloft Willem Dafoe zo naar die pui om alles schoon te maken. Die haalt het weer weg. Oh ja, dat is wat dat plastic flubbeltje met je doet. In het kader van de hygiëne. Ik denk, ja, sorry hoor. Was dat ding even als je thuis komt. Want iedereen heeft er al met zijn zweetbillen ingezeten. Ja, ik hoef dat echt niet meteen aan te trekken.
Ja, maar goed, vertel nog even de kwees. Hij is dus niet goed geëindigd. Dus alles wat enigszins riekte naar mijn maat was natuurlijk weg. Want ja, dat is... Ja. Alle maten zijn dan ongeveer weg. Nou ja, er waren dus nog wel maten. Maar dat waren meer maten voor mensen die een badstof driehoek wilden. Ja, precies. Twee badstoffen driehoek. Ja, badstoffen driehoeken met een ring ertussen. Franceses van 12. Ik denk dat al die badstof driehoeken... die gaan naar een of andere hele grote destructor aan het einde van de zomer. Want niemand koopt dat. Nee, want niemand kan dat ongeveer hebben. En al helemaal niet als je van plan bent om echt daadwerkelijk te zwemmen. En je hebt dan, ik heb ook, moet ik eerlijk zeggen, terwijl dat niet mijn ding is, één Marlies Dekkers ding gevonden wat dan wel mijn maat is. Ja, want die heeft wel betere maten voor Nederlandse vrouwen uiteraard. Ja, en als je al die zijbanen en al die ingewikkelde banden eraf knipt, dan heb je nog best wel... Ja, maar dan zit je met allemaal geknipte ja, waar. Maar dat heb ik ervoor over. Want ja, als een bikini past, dan past die. Ja, dan doe ik hem nooit meer uit. Dus ik had nog een soort 50s-achtig Marlies Dekkers ding mee. Oh, dat is, klinkt wel leuk. Ja, ik dacht als ik dan twee veters eraf haal met een torenmesje, dan... Twee riemen. Ja, sorry Marlies Dekkers, want ik heb jou hoog. Ik vind het een fantastische onderneming. En de pasvorm is goed. Alleen het zijn mij iets te veel veters. Ja. Maar dat is heel persoonlijk. Ja. Want het past namelijk wel goed. Tenminste, bij andere mensen. Theoretisch. Dus nou, Marlies Dekkers en nog een paar dingen mee. Dat weet je, je hebt ook nog zo'n grote borstenmerk, maar dat was dus uitverkocht. Goed, er is nog een Hollands BH grote borstenmerk wat buitengewoon prettig is. Maar dat was dus ook weg. Oh. Ja, dus dan sta je daar met drie lappen en twee badpakken in het pashokje en dan begint de ellende, want dan heb je dus je gaat dus met toplicht. Ja. En heel veel zweet, trek je je kleren uit. En spiegels en dan... van twee kanten. Jezus Christus. Ja. Ik ben niet op je best op dat moment. Toplicht, ik dacht ook, hoe kan een mens zo lelijk zijn? Is dit een mens? Ik keek ook naar, ik zag ik probeerde het is twee... verschrikkelijk, joh. Het is helemaal... Nee, ik ga wel eens naar een lingeriewinkel waar ze heel erg gedimd zijlicht hebben. Ja, gewoon eigenlijk amper licht. Heel prima. Zacht zijlicht. Ja. Het is al kut genoeg. Het is gewoon niet leuk om de hele tijd in je blootje in een hoekje te staan. En dan heb ik een vraag aan jou. Als jij een BH past of een bikini, doe jij dan, of aantrekt, doe jij dan de bandjes dicht? Ja. Schuif je dan alles naar achter en klap je hem dan zo naar boven? Ja, zo doe ik dat. Ja, ik ook. En jij? Ja. Ik maar dat is toch normaal? Het schijnt heel erg te zijn, heb ik laatst gehoord van iemand. Omdat je hem dan kapot maakt? Ja, ik weet het maar niet. Hoe moet je het dan doen? Hoe doen mensen een BH zo achter vast? Oh, dat kan ik niet hoor. Achter... Ja, ik kan dat helemaal niet. Nee, maar ik vind ook een BH moet daar wel even tegen kunnen. Als hij dat al niet aan kan, dan mag hij terug naar de winkel. Ik heb heel lang met die set van Marlies Dekkers gestaan. Oh, want jij ging dit daar proberen. Ik probeerde iets in te klikken en iets anders. Ja, want het ging gewoon anders niet. Daar moet je je oogjes bij hebben. Dat kan niet op je rug gebeuren. Dat kan niet. Gewoon aan de voorkant en dan hop, hop, draaien, draaien, flop, flop. En dan zit het. Nee, en dan moet je nog die borsten erin leggen. Ja, dan hoort... overhangen, dan hang je hop, het flop, erin. Flop, flop. Je sideboobs erin. Ja, alles je, erin. Alles erin. Ja. Het moet naar voren. En dan, als je heel stil blijft staan... blijft het dan... zitten. Ja, ik dacht ook, ja, dit... Ik geef het is heel het op. Moeilijk. Ik ben naar huis gegaan met twee badpakken die ook te klein zijn. Oh, nee. Ja, want ik zei nog, even... had dan een badpak gehaald. Heb ik gekocht. Maar die zijn te klein. Oh ja. Ja, alles is op dit moment te klein. Dus ik moet nu stoppen met... Al die shit die ik maar naar binnen zit. Je gaat echt werken. Een macrobiotische vakantie tegemoet in Frankrijk. Ja, ik bedoel, ik ben heel graag. Ik hou van dik. Ik vind het zelf ook fijn dat ik een beetje wat aan de dikke kant ben. Ik bedoel, ik hou ervan. Ja. Ik vind ook bij andere vrouwen vind ik het gewoon aantrekkelijk. Ja. Ik vind het net als ik bedoel, ik vind iedereen romig. Aantrekkelijk. Ja. Romig. Maar ja, als je. Als het allemaal zo moeilijk wordt om dingen überhaupt dicht te krijgen... Dat denk ik, is ook een beetje de schuld van de kledingindustrie... en het feit dat het al een dik eind in de zomer is... en er gewoon geen bikini meer te krijgen is. Nee. Erg. En toen zei ik net tegen jou van... oh ja, ik had eigenlijk nog een tip voor je. Ja, oh, daar ben ik dus niet te laat mee. Ja, was het maar waar dat ik dat... Nee, maar dat... Ja. Ben je nog naar dat winkeltje geweest? Nee, want dat ging niet meer, want ik moest gewoon pakken. Je had gewoon druk, ja. Nou ja, prima. Maar misschien, ik wil er ook niet over klagen. Misschien alleen... kun je... Ja, Frankrijk is wel een beetje kleine matenland natuurlijk. Ja. Daar heeft niemand een voorgevel. Dus... Nee, daar hebben ze natuurlijk gewoon alleen maar tepels. Die façade. Tepels. Ja, en die prima dan door alles heen. Alleen maar twee geen tepels. BH. Ze hebben, topless. Ja. En zo'n klein broekje met van die draden aan de zijkant. Klein, ja, met van die veters. Ja, dat gaf laatst zo'n vrouw, want ik ging ook een bikini kopen. Gaf die vrouw dat zo door het hokje heen. Wat ik heel prettig vind als mensen. Heel fijn. Ik even hou wat voor je van kleine lingeriewinkels. Veel beter. Ook zalig. Je kan niet steeds alles aantrekken en weer een andere maat pakken. Ja. Maar toen gaf ze me zo'n ding met van die touwtjes. Ik dacht, meid, nou, ik trek het wel aan, maar nee, dat kan niet.
Daar ben ik gewoon te oud voor. Ja. Nou ja. Ik ben niet Bo Derek. Ja, of prinses Stephanie. Ja. Weet je nog? Als je dan zo vroeger bij vriendjes thuis, die hadden dan wel lekker de privé, weet je wel. Dan zat ik altijd te lezen. Zij altijd, altijd in. Te lezen over prinses Stephanie, ja. Die dan weer, of Stephanie. Met haar hard body. Die stond met haar hard body weer op twee waterskies. Ja. Of die was een veters aan het strikken. En altijd zo'n foto van in zo'n touwtjes. Ja. Die zat echt serieus de hele leven in een met hard body en een bikini op een jacht. Ja. Maar ik denk wel dat het heel ongelukkig is. Ja? Ja, vast. Dat hele Monaco-huis, dat is één groot poel des verderfs. Ja. Dus troost je met deze gedachte. Ja, dat troost ik me dan wel mee. Prinses Stephanie, als je dit hoort, hoe is het met je? Ja, hoe en is heb het je nog steeds je een vetenbikini aan? Heb jij nog steeds dat keiharde, afgetrainde, gortdroge lichaam... waar iedereen zo jaloers op was in de jaren 80? Waar wij ons hele zelfbeeld eigenlijk aan hebben opgehangen... op niks afwerkelijk. Inderdaad. Ja, dat is een beetje stom. Ja. Nou ja. Elise, ik snap deze cijfergeving. Ja. Ik wens je heel veel succes. Ja, en dat zal ik nodig hebben. Dat zal ik nodig hebben. Je gaat het gewoon heerlijk hebben. Ja. Echt waar. Het land van de kaas en de rosé. Oh nee, dat mag ik dus niet zeggen. Maar het land de bosbeekjes. Het land van koolhydraten gescheiden van vetten. Dat land. Het land van Michel Montignac. Ja, dat land. Ach nee, het land komt van, ook allemaal wel goed. Bijna het land van prinses Stephanie. En jij, hoe was jouw week? Ik zit even hoe te kijken. Oh ja, ik geef mijn week een 7 min. Ja? Want ik begin, en die is nog niet voorbij als dit uitgezonden wordt, toch? Ja? De Olympics leuk te vinden. De Olympische Spelen. Wat ik er... nu leuk aan vindt. Ik heb een Franse comedian gezien op Instagram. Ja? Nou, nu ik dit heb gezegd, zal ik wel non-stop Franse comedians krijgen. Want net als vorige week bij Celine Dion. Precies, ik krijg ook al een week Celine Dion. Ja. Prima. En die zei in het Frans iets van... Wie bedenkt toch sport? Wie bedenkt sport? Nou ja, dat zei hij in het Frans, dus het klonk heel goed. Ja. En dat want vond Franse ik... sporten niet, daar zijn ze gewoon te cool voor. Ja, natuurlijk. Franse, ik weet niet. Ja, ze kunnen dus. Er was wel een Franse die heel goed kon mountainbiken. Maar dat is logisch, want ze moeten heel veel mountainbiken natuurlijk. Klimmen natuurlijk. Klimmen, skiën. Dalen. Ja. Maar goed, dat vond ik zo grappig dat je inderdaad denkt bij alles. Als je er zo naar gaat kijken van, wie verzint dit nou toch? Ja. Waarom ga je in een zwembad handbal doen? Ja, dat is helemaal niet logisch. Dat is inderdaad waterpolo. Ja, dat is wel echt heel raar. Dat, hè? Met een bal gooien in een zwembad. Met een bal gooien in een zwembad. En hard, jongen. En elkaar keihard in het kruis trappen. Ja. En verspringen. Ja, het is leuk. Maar waarom doe je dat? Ja. En dan, ik vind het dan ook heel leuk om me te verdiepen in de verhalen van die sporters. Ja. Zo van, nou, hij was heel goed in zwemmen. Toen raakte hij aan de alcohol. Ja. Toen is hij daar weer afgegaan en nu gaat hij weer zwemmen. Ja, nou, dan heb je mij. Dan heb je mij. Ja, wielrenners ook. Altijd die hele verdrietige wielrenverhalen. Topsporters, het is zo'n... Ja, sorry topsporter voor wie luistert, maar het is zo'n kut leven. Oh, er is zo'n mooi liedje over die wielrenner. Dat liedje heet Ploegsteert. Dat moet je even luisteren. Ja? Want die is van het zesde van metaal, zo'n Vlaamse groep. Oh ja? Het gaat over een wielrenner die dan heel erg aan de kook raakt en doodgaat. Het is heel zielig, een ballade. Het is echt een ballade over Ploegsteert? Een... Ploegsteert? Maar is hij dan de bezemwagen, zeg maar? De steert? De staart? Of, Nee, het dorp heet Ploegsteert. Waar oh, die dorp man heet komt. Ploegsteert. Ik denk dat heel veel mensen nu precies weten welke wielrenner het was. Want het gaat echt over een bestaande wielrenner. God is van ons parochie en hij rijdt op de fiets. Ja, het is een heel mooi liedje. Maar vertel, zijn er al sporten die jij al hebt zitten? Heb je al ik heb heel veel, dit is dus lastig qua actualiteit. Maar er was ook een Chinese jongen. En die flikkerde twee keer van die rekstok af. Oeh, ja. Terwijl ik dan al denk, van ik vind het hartstikke knap dat je daar hangt. En wat gebeurt er met die jongen als hij weer terug gaat naar China? Precies, want toen ging hij dus weer zitten. En toen ging hij ook zo heel ver van zijn ploeggenoten zitten. En toen keken ze niet naar hem. Ik dacht, oh my god. Maar later hebben ze wel... ik weet ook niet of dat dan weer oké was. Maar toen gingen ze... Ja, toen kregen ze toch nog een zilveren medaille. Maar toen gingen ze de camera's een beetje zo wegduwen. Omdat die jongen zo geëmotioneerd was.
Maar dit soort dingen, ja, dat vind ik toch wel heerlijk. En dan kijk ik eigenlijk gewoon die langere wedstrijden, dat kijk ik niet. Maar dan zo tegen het finale moment, dan ga ik altijd kijken. En natuurlijk Willem-Alexander met al zijn gejuich en zijn gedoe. Dus ook nu zo'n heel goed filmpje. Ja. Maxima wordt er soms een beetje moe van. Ik heb wat te doen met die Maxima. Maar ja, misschien... soms weten juicht zij ook heel erg mee. Ze heeft goed leren juichen door de jaren heen. Of misschien kon ze dat al. Ja. Maar soms zie je haar echt zo... echt gewoon een zichtbare eye roll doen. Zo van, oké, nu even kalm. Het is 1-0, man. Ja. Dat vind ik ook heel grappig. Ja. Dus ja, ik geniet van de bijzaken. En die zijn er veel in de sport. Heerlijk, Aaf. Ja, en je krijgt het ook zo lekker voorgeschoteld. Ja, en het is altijd. Is het ook nog met Dione de Graaf? Ja, zeker. Ja, nou, daar ben ik een Dione. Beetje op. Dione. Ja, die vind ik ook leuk. Ja, die Dione. Ik heb daar een keer een avond... Ja, even nog, ga ik even indruk op je maken. Ja? Ik ben een keer een avond best wel dronken geworden met Dione de Graaf. Oh, ja? Ja. En dat was leuk. Ja, we hebben heel erg veel zitten drinken. In zeer korte tijd. En toen gingen we samen op Funda kijken, wat leuke woningen zijn. Echt? Nou ja, nee, dit klinkt niet als een ideale samen te wonen. Avond. Nee, niet om samen. Nee, maar Funda met iemand. Dat nee, is altijd ik leuk. Huis. Oh, leuk. En toen heeft ze hem nog een tijdje huizen doorgestuurd. Nou ja, goed. Echt? Ja, Dione de Graaf is echt heel erg leuk. Ja, dat dacht ik al. Ja, dat straalt echt ze ook. Heel ze maakt het ook gewoon gezellig. Terwijl je denkt, zo'n sportstudio, wat ongezellig. Maar zij maakt het gezellig. Ja. Dione, je werkt zo hard, meid. Ik vind het, je werkt, maar het gaat maar door die hele zomer. Ja, maar ik denk dat ze het heerlijk vindt. Volgens mij houdt zij gewoon ontzettend van dit onderwerp. En ze is er zo goed in, weet je wel. Nou ja, dan is dit hartstikke leuk werk. Goed, Lies, we gaan even door. Ik wil jou voorleggen. Ja. De havermelkelite. Ja? Is dat nou iets waar je toe moet behoren, moet willen behoren? Of moet je daar verre van houden? Misschien moeten we heel veel uitleggen wat het is. Vertel me even wat het is. Dan ga ik ondertussen even zoeken wat ik over die havermelkelite heb. Ja, ik heb het hier in mijn schrift staan. Nou, de havermelkelite is een uitvinding, of een woord, dat heeft Jonas Kooijman bedacht. Die heeft daar een Instagram-account van, een boek van. Het stond nu zelfs in de New Yorker. Nou, dan heb je het heel ver geschopt. Dat is de oatmelkelite. Ja, hebben ze vertaald. Het gaat over microculturen in de stad. Ja. En het is eigenlijk het makkelijkst samen te vatten als wat vroeger juppies heette. Ja. Juppies. Maar het is natuurlijk weer anders. Want juppies, het gaat over twintigers, dertigers en soms ook veertigers. Soms ook vijftigers. Soms ook vijftigers. Zou ik er bijna bij willen zeggen. Misschien ook een ja, want ik heb de test gedaan. Je kan een test doen. Oh. Ben jij havermelkelite? Wil jij hem met mij doen nu? Ja. Vind ik. Oké, dat is goed. Oké, komt ie. Jongens, ik zal eerlijk antwoorden in al mijn integriteit. Met al mijn, weet ik veel. Havermelk elite test. Wacht terwijl jij die test even opzoekt, want dat is mooi, dan kunnen we het echt aan de lijf ondervinden. De juppies van vroeger werden wel behoorlijk gehaat. En ik denk dat de havermelk elite ook wel een beetje... alles wat elite is, wordt natuurlijk gehaat. En er is ook wel... dat ga ik straks vertellen. Ik het achterloos hebben van heel veel geld is natuurlijk... als je het niet hebt en jij werkt in de zorg of je bent... Dan vind je dat super vind irritant. Vind je dat natuurlijk super irritant. Dus je denkt, flikker op, joh, met je... Ja, en er zijn nog andere bezwaren. Maar goed, we gaan eerst even doen, hoe HME ben jij? Oké. Het zijn 20 vragen. Ik ga ze dus heel snel doen. Ik vind het spannend, want ik ga het gewoon echt zonder filter doen. Ik ga turven. Ja. Als je 15 van de 20 vragen met ja beantwoordt, hoor jij erbij. Oké, shoot. Woon je in de Randstad? Ja. Ben je twintiger of dertiger of vooruit veertiger? Nee. Ben je academisch geschoold? Nee. Woon je in een voormalige volksbuurt? Ja. Bezoek je in het weekend zuurdezenbakkers? Ja. Dat weten we van jou. Drink je natuurwijn? Nee. Stem je links progressief? Nou ja, trouwens, als het voor me staat, drink ik het op. Precies. Dus ik klok het gewoon weg, joh. Maakt me niet uit. Je drinkt het gewoon. Okay. Stem je links progressief? Ja. Heb je een kennisberoep? Ik weet gewoon niet wat dat is. Nou, als wij niet weten wat het is, dan heb je het niet. Nee, ik heb een ambachtelijk beroep. Jij bent een ambachtsvrouw. Lees je in het weekend de Volkskrant, Groen, Amsterdammer, NRC of het Parool? Ja. Doe je aan yoga, pilates of sport je via een klasjes-app? Ja, maar Jezus... Ja, maar Jezus. Zo erg is dat toch niet? Ik zeg ook niet dat het ergens is. Mensen uit Winterswijk doen ook Pilates. Met nou, de Pilatesvrouw op zaterdagmiddag. Ja, voor mij ook te zijn. Ja, oké, ga door. Ga je uit eten in restaurants waar shared dining de norm is? Nou ja, god, als het moet. Ja, maar ja, liever niet. Nee, hè? Nee, dan tel ik het niet mee. Ik wil gewoon een bord, mijn eigen bord. Bezit je een paar Adidas, Samba's, Salomons of Birkenstocks? Ja. Holy shit. Birkenstocks. Ja, mijn hele kast staat vol. Rijd je rond op een e-bike? Nee. Geen goed idee voor Lies. Nee. Bezit je een pufferjas? Ik weet niet wat dat is. Ja, denk het wel. Ja, ja. Okay. Ja, gewoon zo'n donsjas.
Oh, is dat havermelkelite? Dat vind ik echt super, ja. Super, nou ja. Ja. Experimenteer je met een open relatie of daten via Field? Nee, heel veel respect voor mensen met een open hard relatie. Nee, dat het bijna nee, juist. Ik moet er niet aan denken. Ik vind het al zo zwaar met het leven. Kom je vaker in het buitenland dan op plekken in Nederland buiten de Randstad? Nee, want dat ben ik op tegen. Heb je de afgelopen maand een horecalocatie bezocht omdat je die op TikTok of Instagram voorbij zag komen? Nee. Nee. Bezit je een van de volgende objecten? Ezopzeep, een Le Creuset-pan, een Dyson-stofzuiger, Maldonzout of een Rimowa-koffer? Imoba? Rimowa, dat zijn van die geribbelde koffers. Oh, dat zijn koffers van 2000 euro. Ja, nee, ik heb wel een Maldonzout. Ja, jezus, dat heb ik gewoon bij de Albert Heijn. En een Le Creuset-pan, denk ik ook wel. Ja, voor mijn huwelijk gekregen. Gebruik je op z'n tijd, chef en co, even niet luisteren, een ecstasy-pilletje, co-ketamine of paddo-druppels? Nee. Dat is waar, jullie mogen wel luisteren. Ja, nee, als het was, zou ik het ook zeggen. Ja, nee, zoals jij. Zie je als je bij een koffiebar in de rij staat voor een matcha of cappuccino met plantaardige melk, heel veel mensen die op jou lijken? Dat vind ik heel lief. Ja, ik vind die test heel grappig. Dat vind ik heel kut om dat te zeggen, maar ja, ik denk het wel. Ja, ja, ik denk het wel. Hoppa. Ook op Vlieland, weet je wel. Dan denk je, oh jongens. Oh, dit is het eind van de test. Je bent niet havermelk. Ik ben niet havermelk, elite. Yay! Yay! Yes. Hoi. Ja, en ik dus ook niet, want ik heb gewoon precies hetzelfde. Ik denk omdat we geen open relatie hebben en geen matcha drinken. En ja, en natuurwijn vind ik goor. En niet elke week aan de keten zijn. Nee, ik haat drugs. We gaan even door over havermelk. Waar ik heel erg van schrok, want ik had jou in de vorige... Wij zijn aan het juichen dat we er niet bij horen. Wat betekent dit? Nou kijk, je wil nooit horen... Je wil niet toegeven dat je wil horen bij iets waar je eigenlijk best wel bij wil horen. Want ik zag bijvoorbeeld ook op die leuke account van deze Jonas dat verplegercore een kledingstijl is. Terwijl ik dus net in de podcast had verteld dat ik als een verpleger heel schermelijk oog was overgefietst. Maar heb jij ze dan echt al gezien, de verplegercore mensen om je heen? Nee, dus ik dacht, alleen holy jezelf. Shit. Jij bent een trendsetter. Ja, maar dan bij mij is het altijd zo dat ik het wel al ergens heb gezien, maar dan had ik het gewoon niet door. En dan doe ik alsof ik het zelf heb bedacht. Ja. Is niet dus zo. Klompen, een lichtgroene pofbroek en een... ik was helemaal in het wit met witte Birkenstocks. Ja. Ja. Sowieso alles met Birkenstocks, ook Blundstones, die laarzen die ik altijd aan heb. Ja, het is gewoon een en al havermelk. Ja. All over the place. Ja, Blundstones, dat is ook... En zo'n Uniqlo tasje. Ja, ik was dus op pad met mijn vriendin Eva uit Emmeloord. Ja. Sorry Eva dat ik je steeds weer bijhaal. Maar goed, ik ken dus iemand die niet binnen de ring woont. En die had zoiets van... Waarom heb Uniqlo je dat tasje? Nou ja, ik had het niet bij me. Maar toen zei ik van, jezus, ik had het Uniqlo tasje even moeten meenemen. Veel handiger. Het zei ze, hè, welke dan? Ik zei, ja, daar en daar zie je allemaal mensen. Oh, dat staat gewoon helemaal niet op haar radar, die hele Uniqlo niet. Ja, je gaat er ook dus maar vanuit dat iedereen dat weet. En dat is... Op deze postzegel die ellendige tasjes koopt, ja. Ja, en wat ik er dus wel goed heb, hij is er dus kritisch op. En wat hij ook zegt, en dat is natuurlijk ook geldt voor alle andere urban friends, maar het maakt ook een beetje een monocultuur van een stad. Ja. Weet je? Dat vind ik eigenlijk heel verdrietig. Ja, dat is dus sowieso jammer. Ja. Als iedereen op een Van Moof met een zuurdezenbrood onder zijn arm, met Birkenstocks. Ja, en ik doe er dus zelf aan mee. Hè. Ik blame helemaal niemand. Maar het is wel gewoon saaier op die manier. Ja. Vind ik. Ik vond het bijvoorbeeld toen ik in Rome was, vond ik dat veel minder. Vond je niet dat iedereen er daar hetzelfde uitzag? Alle toeristen? Ja, de toeristen, maar die tel ik even niet mee. De Romeinen. Maar je hebt toch helemaal geen Romeinen gezien? Die zijn helemaal niet meer in Rome. Ik zat in een leuke Airbnb, in een wijk waar volgens mij veel Romeinen of Italianen waren. En die hebben toch meer een eigen stijl, vind ik. Dat klopt. Ook bijvoorbeeld in Parijs. Vond ik mensen ook meer eigen. Ja. Ik voel dat Amsterdam hier wel vrij... Hard ingaat. Als iemand uit Rome hier komt, dan denkt hij ook wat grappig. Ik zie hier mensen verkleed als verpleegsters. Sommige mensen hebben weer een stokbrood onder hun arm. Ja, en dan, ze hebben allemaal hele dus grote soldaten. Dus zij vinden dat dan misschien heel erg Amsterdam. Ja, nou dat is waar. Want toen ik dus als student in New York kwam, toen had iedereen van die Chinese schoentjes aan. Ik weet niet of je die kent. Ja. Dat zijn een soort muiltjes. Ja. Heel slecht voor je voeten. Met versieringjes erop. Draakjes erop en dingetjes, ja. En toen, meteen de eerste dag gekocht natuurlijk. Gewoon meteen. Ja, tuurlijk. Dus het is ook leuk als je in een andere monocultuur terechtkomt. Dat je denkt, dus dat is wel weer geinig. Want daar ging dat stuk in de New Yorker ook over. Dat er zijn veel van dat soort Insta-accounts over de minicultuur
op die plek. Ja, en het bijna dwangmatig delen daarvan zorgt natuurlijk ook voor dat eigenlijk niks nog origineel is. Nee, dat maakt het natuurlijk ook weer, want dat was toen ik in de 300 jaar geleden New York kwam, wist ik niet van die Chinese schoentjes, want dat bestond niet. Ja, die had je dan wel bij de Chinese winkel. Maar... Ja, het internet was net uitgevonden. Ja. Maar nu zie je het van de hele wereld en dan is het dus ook saaier. Ja, het enorm delen van alles wat je maar ziet. En daardoor saai maken. En dat je daar patronen in wil herkennen en daar dan weer een naam aan wil geven. En daardoor beïnvloed wordt. Zonder dat je dat zelf doorhebt. Dat je ook die Stanley-beker gaat kopen. Ja. Ik heb natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Ik speel dan in een film of zo, weet je. Dan is er iemand die doet daar dan de styling van. En dat zijn dan altijd mensen die heel veel verstand hebben van mooie kleren. Die weten alles. En die zeggen, je moet naar de Little Tuck. Ik zeg maar iets, dat is dan een of andere kledingzaak. De Little Tuck. En dan ga je naar de Little Tuck en dan... En dan denk je, hier is een jas. Wat een leuke jas. Is een uitverkoop. Mooie broeken. Ja. En dan vervolgens koop je dan alleen maar daar. Ja. Omdat je denkt, ik ga gewoon naar de Little Tuck. Want dan krijg ik een kopje koffie. En, en daar hebben ze alle kleren die ik mooi vind. Hebben ze alles wat ik leuk vind. Ja. Maar ja... Dat heeft niks met originaliteit te maken. Dat heeft gewoon te maken met luiheid. En denken, dat zal dan wel goed zijn. Ja. Little Tuck. Maar ik denk ook dat het gewoon in de mens... trouwens, er zijn mensen die er waanzinnig origineel uitzien. Die bestaan. Ja. Maar het zit natuurlijk ook wel in de mens om te denken van... die andere rolbewoner heeft ook die jute zak aan. Dat ga ik ook doen. Dat staat zo leuk. Ik doe nu even alsof ik dit uit de geschiedenis heb gehaald. Ja, bij sommige mensen komt het echt van binnenuit. Ja. Ik heb een vriendin van mij, Jade Olieberg. Ik zie er helaas niet meer zoveel. Die ziet er van binnenuit helemaal te gek uit. Ja. En dan heeft ze weer een heel ingewikkelde broek aan. Ja, of dan en ook is gewoon die andere mensen niet dragen. Nee. En je denkt, ik ben een Oompa Loompa als ik dat aantrek. En dan komt zij eraan en denk je, mensen, zo moet het zijn. Zo heeft onze lieve Heertje het bedoeld. Ja. Zo kan ik het ook. Zo stelt onze lieve Heer het af. Zo stelt Jezus in de hemel. Het af. Ja. Ja. Nou, die had ook Birkenstocks, hè? Ja, denk je? Ik zei het. Ja. En een snor en een baard. Ach, die schat. Dus hij was de tijd echt Ik weet niet wat hij aan zijn voetjes had. Het zal wel misschien een gevlochten Romeins sandaaltje zijn. Ja, het was hij waarschijnlijk... Hij zal ook wel eens een tijdje op blote voetjes hebben gedaan. Ja, zeker. Toen hij over de zee heen liep, denk ik. Aafda is allemaal niet echt gebeurd. Dat is overdrachtelijk. Wel goed dat we nu bij... Huh? Wat ik ook... Over sorry, meer, ik moet nog even Galilea zeggen die ik... Sportsokken over je legging bijvoorbeeld. Wist jij dat dat ook havermelk is? Ja. Doe ik al jaren. Sportsokken over je legging? Ja. Ja. Want dat vind ik gewoon lekker zitten als ik ga sporten. Ja, maar dat vind ik ziet een beetje... Het ontzettend oelig uit. Ja, alsof je net uit de crash bent opgehaald. Ja, en die look, daar hou ik van. Ja. Ik zou het liefst ook alles in mijn onderbroek stoppen. En hoge sportsokken. Dat is natuurlijk hoge sportsokken. Als je dat niet aan hebt, dan is er echt iets mis in je hoofd. En waar ik in havermelk Elieseland, want... Heel erg om moest lachen is. Anders ben je een millennial en dat is echt het laagste van het laagste. Ja, dat zijn deze mensen. In natuurlijk. Havermelk Elieseland. Nee, de millennials, dat is nu echt. Ja, die staan goed, dat echt... is dan. Ja, maar goed, een millennial is feitelijk gezien een dertiger. Dus dat dan mag. Ja, maar die horen er gewoon niet meer bij. Nee, oké, want dan ben je niet cool. Als jij een millennial bent en je hoort dit. Ja, jongens, geef eens een plek. Wij zijn daar al voorbij. Wij hoeven niks meer. Bij ons valt alles mee als we het snappen. Ja. En wij komen toch een beetje nog uit... We hebben een klein knabbeltje nog mee kunnen knabbelen van het punktijdperk. Ja, wij hebben nog met veiligheidsbelt originele mensen gebivakkeerd. Ja, toen kon je hier wonen toen je arm was. Gewoon iedereen knipte gewoon zijn eigen haren. En stonk. Stonk. Dat, en dat had een bakfiets met een hond erop. Maar wat ik nog even wil zeggen, wat ik echt toppunt van grappigheid vind. Ironisch dagje Zandvoort. Heftig, hè? Jezus! Ja, sorry, die wil ik nog even tegen je aanhouden. Ja. Snap wel meteen wat ik bedoel, hè? Ja. Ja. Ja, je kan denken aan de ene kant, wat erg die ironie. Het is natuurlijk 90's, het komt nu weer terug, hè, de ironie. Oh, wat erg, want je bedoelt nooit eens een keer iets serieus. Nee, je neemt niks serieus. Maar ironie is soms wel de enige manier om je in een afschuwelijk lelijke kutomgeving nog een beetje vrolijk te houden. Ja. Ja. Dus een ironisch dagje Zandvoort, een ironisch dagje... Ja, ik teken ervoor. Reis, nee, niet Rijswijk. Ja, ik bedoel, ik heb niks tegen Rijswijk.
een ironisch dagje, nou ja, winkelcentrum. Op een, ja, precies, op een vervelende koopgrootachtige precies. plek. Als er dan geen ironie is, nou, dan wordt het ook wel zwaar, ja, hoor. Dan wordt het zo van, hé, wat is het hier druk, vies, lelijk, ja, en duur. Maar anders is het zo van, hé, gekkigheid. Zit je lekker met je Birkenstocks en je hoge sokken. Ja. Ja, bestel je daar een sangria. Ja. Want wat is nu het drankje? Ik denk oranje natuurwijn. Toch voor? Maar dat is Negroni. Toch... Oh, dat vind ik lekker. Wat is Negroni? Is dat een soort Campari? Joh. Dat is... Ja, dat is lekker. Heel lekker. Maar dat had ik ook al ontdekt. Had je ook al op ontdekt? Op Corsica. Oké. Okay. Oh ja, Esme, maar dat lijkt me zo goor. Heb ik nog nooit gedronken. Dat is een espresso met een scheut. En dan wat is het voor martini? Gewoon martini bianco. Dat is toch smerig? Een Esma? Is martini. Oh, maar waarom zeggen ze dan een espresso martini? Hè? Is dat ook ironisch? Jongens, ja, we leren weer zoveel Want hier. Ik heb één keer martinis gehad. En dat is dan bedoel ik niet martini uit de fles waar martini op staat. Maar wodka en vermouth. Ja, vermouth. Dat doe je dan, ja, dat ga je dan met een lepel. Het is allemaal heel erg veel gedoe. Jongen, dat lekker? Kan ik jullie niet. Nou ja, ik kan het gewoon niet meer. Nou ja, oh, kan je me ging nog wel helemaal knock-out. Oh, God, ja, in de hemel. Wat was dat erg. Maar was het ook lekker? Ja. 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 Maar ja, ja. Wat ik ook lekker vind, even gewoon nog, is een heel klein ijskoud glaasje wodka. Maar gewoon eentje, hè? Ja. Gewoon na het eten, ja, als een wegbrander. Ik ben daar een keer heel ziek van geworden, Aaf. Dus oh ja, nee, het is ook helemaal geen tip. Wodka is echt heel erg een beetje, ja, toch meer jaren 90. Ja, zeker. En toen heb ik er ook best wel het een en ander van gedronken. Oh. Maar nu niet meer. Nee. Lies, wat vinden wij hier nou van? Ik vind het begrijpelijk, maar ik word er ook depri van. Ik vind het prima, maar ook stom. Ja. Nou, we hebben weer een mooi genuanceerd beeld geschapen. Omdat dat heel erg achterloos hebben van heel veel geld. Dat is nou, dat die mensen hebben dus niet altijd heel veel geld. Nee. En die stellen hun hele maandsalaris aan een Aesop-fles. Dus ik vind het ook zielig. Ik vind het ook zielig. Ik denk van, het is van je wil natuurlijk een leuke woning met zonnepanelen en fijn pensioen opbouwen. Ja, en dat is er niet. Allemaal niet meer bij mensen. Nee. Want de ZZP'er, dus die heeft helemaal doen, geen pensioen. Want zie je weer naar de Rosa. Ik kom maar denk, ja, dat is... Ja, ja. Ze gaan geen huis kunnen bezitten. Ze dus doen dat ook ik dan niet heel zielig. Erg iemand heel erg kwaad. Dus ik zou zeggen, laten we ook een beetje lief zijn voor die hele havermelkelite. Ja, ja. En het is altijd zo geweest. Alleen het is natuurlijk nu gewoon wat meer door dat gedeel. Dus dat maakt het irritant. Misschien moeten we iets minder delen. En ik ben heel benieuwd naar, als ik dus in het Grote Spierhuis zit. Ja. Hoe is het dan met de havermelkelite? Dus dan zijn het 50'ers. Ja. Hoe kijken zij dan terug op deze tijd? Misschien moeten we daar dan... Ja, dan dat is leuk. Vanuit het Grote Spierhuis gaan vanuit we dit het ook allemaal daar verder een podcast behandelen. Over maken. Ja, dan kom jij gewoon op bezoek in het Grote Spierhuis en regel ik gewoon een dagpas voor Floor jou. Is dan 40. Jij krijgt een dagpas. Misschien is het Rosa Spierhuis dan heel koor. Rosa Spierhuis koor. Ja. Rosa Spierhuis koor, inderdaad. Je hebt nu al een grandma koor. Er zit daar zo'n heel dik figuur zo in een hoek, dat ben ik dan. Zo. In een bikini. In een bikini. Dan kan het je allemaal niks meer schelen. Dan zit je de hele dag in je bikini te ratelen. Ja. Goed. Oké. Okay, ik ben benieuwd wat... Ja, we moeten naar luisteren. Oh, we hadden nog een heel groot probleem. Die tegenslag bewaren we lekker voor... Oké, jongens, want dan... Want die heb ik wel voorbereid, maar ik heb ga zoveel ik gepraat. Nee, en ook door ook, jou heen gepraat. Maar het is ook het wezen van de podcast, hè, praten. Ja, dat is ook zo. Maar we wilden eigenlijk nog een heel mooi probleem behandelen, maar het is gewoon... We hebben altijd één probleem te veel. Maar we gaan hem gewoon bewaren tot augustus. Lieve mensen, we hebben een probleem binnengekregen. Ja. Zal ik het even voorlezen van de luisteraar. Ik heb twee vrienden, Nederlands en Amerikaans, die een geregistreerd partnerschap aangegaan zijn. De voordelen zijn, volgens mij, de Amerikaanse vriendin kan haar Amerikaanse paspoort behouden nu ze officieel Nederlands burger is geworden. En het wordt makkelijker om haar master in Engeland te doen. Dat vind ik trouwens vreemd, want ik denk Engeland hoort niet bij de EU. Maar goed, dat zal wel. Echter, hier de twist. Ze zijn helemaal niet samen. Ze wonen niet samen. De vriend die in Nederland is geboren, heeft ook een eigen relatie. Het is dus een schijnhuwelijk. Persoonlijk vind ik het een enorm domme beslissing, aangezien het gevolgen heeft voor toeslagaanvragen, andere financiële voorzieningen die ze beide nodig hebben, mogelijkheden om ooit een huis te kopen en nog een hoop andere zaken, omdat ze volgens de wet getrouwd zijn. Ook heeft mijn oom ooit een legitiem geregistreerd partnerschap gehad en daar werd soms gewoon aangebeld om te controleren of ze inderdaad samen waren. Iets wat deze vrienden natuurlijk niet kunnen bewijzen. De gevolgen van een schijnhuwelijk dat ontdekt wordt zijn serieus.
geldboetes, een taak- of gevangenisstraf en het burgerschap van mijn Amerikaanse vriendin kan zelfs op het spel staan. Ik heb deze zorgen niet aangekaart, want het is vrij snel vastgelegd en ze zijn ook allebei volwassen. Maar ik kan ook niet blij voor ze zijn en dit steunen, omdat ik het zo onverstandig vind. Mijn vraag is dus, moet ik het gesprek aangaan en vragen waarom ze dit gedaan hebben? En moet ik mijn zorgen ook nog aankaarten of dat achterwege laten, omdat ze bij wet toch al getrouwd zijn? Ja, mosterd na den maaltijd. Ik zou toch zeggen, doe er maar een beetje voorzichtig mee. Want je kan er dus, het kan ook nog wel een consequentie hebben. Ja. Maar ik zou er verder toch niet al te veel het mijn probleem maken. Nee, precies. Het is hun probleem. Het is echt zij hebben het probleem. Heel snel besloten. Ja. Dus het kennelijk niet met veel vrienden besproken. Ik denk ook dat het, als ik dit allemaal lees, niet zo heel erg verstandig is om dit te doen. Vooral niet als je nog een andere relatie hebt. Ja, gevangenisstraf. Ja, dat weet ik niet hoor. Ik weet het ook niet, hè? Maar het is natuurlijk, immigratiebeleid is wel behoorlijk streng. Dus ze gaan, niet iedereen komt hier zomaar mee weg. Ja, maar het immigratiebeleid, en dat is natuurlijk eigenlijk heel erg gericht op, is voor een Amerikaan helemaal niet zo behoorlijk streng. Nee, kijk, als jij nou uit een vriend hebt uit Zimbabwe, uit Soedan, dan heb je een probleem. En daar trouw je mee. Nou, dan moet je de immigratiedienst eens kijken. Want dan moet je moet ook nog eens een heel. Mijn zus is ooit getrouwd geweest. Moet je toch 30.000 euro hebben? Met een Amerikaanse. En dat had best wel wat voeten in aarde. Dat zijn ze streng op. Ook vanuit Amerika. Maar je moet toch een geldbedrag hebben? Dat in geval van nood je deze persoon een tijd kunt onderhouden. Dat moet je allemaal laten zien. En je moet een vaste baan hebben. Nou ja, goed. Ik weet niet precies hoe het. Maar ik zou inderdaad gewoon puur even vriendschappelijk gezien. Ik zou misschien één keer zeggen. Hey, heb je wel rekening gehouden met dit en dit? Ja. Want je kan ook nog scheiden. Hè? Ik bedoel, je kan ook besluiten. Oei, dit hebben we iets te hals over kop gelopen. Zou ik in één gesprek zeggen. En blij voor ze zijn. Ja, blij voor ze zijn. Het is niet een echt huwelijk. Dus je hoeft niet zo van, we gaan dit vieren. Oh, ik zou dan juist een bruiloft. Dat lijkt mij dan heel grappig. Een kaasfondue bruiloft. Allemaal reis naar ze gooien. Ja, zoiets. Ja, ik zou er wel iets een grapje over maken of een feestje aangeven. Kijk, als ze nou direct allerlei uitkeringen gingen aanvragen en zo, dat misschien dat je dan denkt, potverdomme. Dat vind ik ook heel flauw. Daar is onze verzorgingsstaat niet voor bedoeld. Hè, mensen. Maar volgens mij is dat hier niet echt het geval. Dat weet ik niet. Dat vertelt dit verhaal niet. Nee. Want als dat zou zijn, wat zou je daar dan van zeggen? Vinden? Nou, ik zou er van alles van vinden, maar ik zou er niet zoveel van zeggen. Nee, dat is inderdaad. Ik denk echt hier, dit moet je zelf maar oplossen. Ja. Want het gaat deze schrijver of schrijfster vooral om het feit dat het een domme beslissing van ze is. Ja. Niet zozeer dat ze de verzorgingsstaat leegtrekken of iets dergelijks. Nee, maar ze vindt het ook niet helemaal oké. Nee. En dat is het ook niet helemaal gelijk in. Nee, ik denk dan trouw dan met een vluchteling die echt niet terug kan naar zijn of haar eigen land. Ja. Vind ik dan beter. Maar ja, de wereld zit vol met mensen om wie je geeft. Ja. En die toch dingen doen waar je het niet mee eens bent. Dat zal altijd. Dat is gewoon, dat is zelfs tot aan je kinderen, partner, ouders, familie, alles. Mensen vrienden nemen aan toe. Domme beslissingen. Mensen die doen soms dingen die jij niet zo verstandig vindt en waar jij niet achter staat. Dan kun je het één keer zeggen, nou jongens. Ja. Ja, ik zou gewoon zeggen van, Karen, jullie hebben dat gedaan. Ja. Gefeliciteerd. Ik ga dit maar één keer zeggen hoor, maar er zitten wel wat angels aan. En wat kleine haken en ogen. Ja. Zoek het even op internet. Just saying. Zoiets zou ik dan zeggen. En dan zand erover verder met je leven. Ja, precies. En dan gewoon een taart bakken. En een mannetje en een vrouwtje als ze dan op de taart. Een vrouwtje. Ja. Kun je zeggen van, had ik toch gezegd. Ik had het jullie gezegd. Ja. Ik nou, zal jullie ook komen zoeken in de gevangenis. Maar ik kom maar één keer op bezoek. En ik neem maar één keer fruit mee. Want ik heb het gezegd. Nee, dus ik denk, vind het eigenlijk lief dat jij bent gewoon een betrokken iemand. En jij vindt gewoon dat de dingen ook moeten gaan zoals ze bedoeld zijn. En dat mensen daar netjes mee om moeten gaan. Ja. En dat siertje. Maar het zal jou vaker gaan overkomen dat dit dus aan de hand is. En dan moet jij een soort modus voor vinden. Ja. Ja. Ja, één keer gezegd, daarna gezwegen. En los daarvan ben jij natuurlijk ook vast een vriend of vriendin waar mensen naartoe gaan als het even als ze even hulp nodig hebben. Of ze hebben een vraag over een moreel vraagstuk. Ja, precies. Dat vind want ik jij mooi. Hebt zo iemand overzicht. Moet je hebben in je vriendenkring. Ja, een nuchtere, rationele, verstandige vriend of vriendin. Ja. Dat is heel fijn. En je hebt wel gelijk, maar laat het maar lekker zitten. Ja, ja. Nou, één keer zeggen. En ook niet te streng voor jezelf zijn.
Nee, niet zo van, oh, jij moet nu blij voor ze zijn. Of jij moet nu niet blij voor ze zijn. Ik ben geen echte vriend als ik niet eerlijk ben nu. Nee. Dan ben ik geen echte vriend. Nee, luister maar gewoon naar een oude katholiek. Gewoon denken, prima. Nou, ja, en ik als Calvinist zijnde zeg, één keer zeggen, daarna vooral te zwijgen. Katholiek zou zeggen, maak er een grap over, bak een taart en hou het een huwelijksfeest. Calvinist, één keer zeggen. Eén keer eerlijk zijn. En dan gewoon, zullen we nog koffietje bestellen? Ja. Wat niet zo calvinistisch is. Zullen we nog een havermelk laten bestellen? Laten we nog een zuurdesembrood, een zuurdesemsnee afsnijden. Want dat is goed voor de wereld. Ja. Met een molentje. Lies, zullen en we ironisch naar Zandvoort gaan. Zullen we de biologische hoek opzoeken? Yes. Misschien zit er wel zuurdesem in. Ik vind ironisch naar Zandvoort heel erg grappig. Ja, dat is echt heel grappig. Dat vind ik ook heel erg lief. Ja. Dan maak je er ook echt wat van. Ja, het is ook een beetje gemeen, maar goed. Nou. Ah, joh, een beetje gemeen. Mijn buurjongen die had een tamme kou. Flip. Hij zat heel graag op je vinger en dan bestudeerde Flip aandachtig je gezicht. Hij was ook dol op onze boterhammen met worst. Die zaten dan al heel lang in onze broodtrommel, weet je, als je dan terugkomt van school. Flip stak ook vaak zijn snavel in je mond. En heel diep ook. Maar ik vond dat helemaal de balm. Eigenlijk is dat natuurlijk ontzettend vies. Want Flip stak zijn hoofd ook best wel eens in een schapendrol of een hondendrol, sorry Aaf, of een dode vogel. Ja, ik denk dat ik door Flip zijn snavel genoeg weerstand heb opgebouwd om een streetfoodvakantie te houden in Mumbai. Hij zat heel graag op de rug van Sabine, ons schaap. Mijn vader dacht dat hij daar tussen de wol van Sabine naar teken zocht. En Sabine vond het dus prima. En wij met schapen is sowieso een koude magneet. Weinig dingen vonden wij zo stoer als een ommetje maken met Flip op je hoofd. Wij deden hem ook heel vaak na en dan riep Flip ook terug, heel hard in je oor. Wij vonden echt dat wij echt met Flip konden communiceren. Soms als we Flip dan riepen, kwam hij uit het niets aangevlogen. Nou, dat waren echt Game of Thrones-achtige momenten. Mijn vader vond het ook prachtig. Als kind had hij voor de oorlog ook een tamme kou en die heette Hans. En hij beweerde ook dat Hans kon praten, maar ik denk dat het toch achteraf echt wel een broodje aap was. Kouwen zijn onze eigen ondeugende mini-kraaien. Waar mensen zijn, zijn koutjes. Overal valt wel iets te snaaien. Ze eten frietjes, bessen, dode dieren langs de kant van de weg, slakken, mieren, alles. Ze nestelen overal. In de konijnenhol, in de dakgoot, in een schoorsteen. Ze zijn inventief, energiek en heel slim. De koude kindertjes die je nu bijvoorbeeld op de camping ziet of in de struiken bij de snackbar zijn een paar weken geleden uitgevlogen. De ouders, stijf van de stress, moeten de jongen voeren. Ze leren eten zoeken, ze leren vliegen, maar ook leren daten. Dit is de Bridgerton-achtige tijd dat de koude pubers de huwelijksmarkt opgaan. Als het klikt, dan blijven ze voor de rest van hun leven bij elkaar. Je zou het niet zeggen, maar koudjes zijn heel trouw en het liefst samen, net als zwanen. Dat biedt veel voordelen en scheelt ook een hoop gezeik. Niet alleen worden stelletjes steeds handiger in het ouderschap, ook het bouwen van nesten, ruzie maken met indringers gaat met de jaren vooruit. Ze hoeven ook niet elk voorjaar de boer op om een partner te vinden, waardoor er heel veel meer tijd overblijft voor leuke hobby's, zoals drollen bestuderen. Joni Mitchell zei, als je herhaling wil moet je steeds met een ander gaan, voor variatie blijf je bij elkaar. En zij kan het weten, want ze is met heel wat fantastische muzikanten geweest. Dat vinden de koudjes ook. Als er een koudje doodgaat, dan gaat de weduwe of weduwnaar trouwens na een tijdje vol goede moed gewoon door hoor, met een ander. Zo slim zijn ze ook wel weer. Helder blauwe ogen, een grijze kop, glanzend zwarte veren. Kouden zijn niet alleen slim, heel handig, ze zijn ook ontzettend mooi. En wij waren dan ook echt een beetje verliefd op Flip. Op een dag kwam Flip niet meer. Hij was met de muziek mee. Wij waren wel een tijdje verdrietig. Soms dachten we hem nog wel eens te horen tussen de troep koudjes op het dak. Maar Flip is nooit meer teruggekomen. En zo hoort het ook. Oh. Ja, maar het was ook goed natuurlijk. Ja, is waar. Ja. Maar je denkt toch wel dat je huisdier is. Ja, wij waren echt... Ja. Dat was denk ik één zomervakantie lang of zo. Dat je helemaal met die kou was. Oh. Helemaal zo. Dan kwam die erop zitten. En wat dan, leuk. Ja, hij was dan van mijn buurjongen. Die heette ook Mark. Maar ja, ik vond eigenlijk natuurlijk dat die bij mij moesten. Ja, dat, maar ze kennen, kun je kouwen dus een beetje tam maken. Want je vader had er ook. Oh, het was zo leuk. Hans, ja, op je ook. Hand en dan keek hij zo naar je. En ik voel nog dat snaveltje in je mond. Maar wat zocht hij daar dan? Eten? Ja, dat vond hij leuk. En ja, het is een vies verhaal. Ja. Het is restjes uit je kiezen pikken. Het is echt heel vies. Het is echt heel vies, maar het is ook de natuur. Als je een kind bent, dan wil je dat. Ja, tuurlijk. En dan kan je ook overal tegen. Dan steek je ook de hele dag alles in je bek. Ja, precies. Maakt allemaal niet uit. Jongens, ik heb nog een tip.
Mocht je niet genoeg van ons krijgen, ja? Luister dan eens naar onze extra podcast, exclusief op Podimo. En die heet Aaf en Lies pakken door. Via deze link podimo.nl/Aaf en Lies kun je 30 dagen gratis luisteren. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. We gaan het aankomende woensdag hebben over... Dat weten we niet. Spannend. We weten het nog niet. Maar we... Achoo! We geven ook heel veel tips, sorry. Ja. En Lies gaat altijd even niezen. Excuus. Op Podimo. Heb je een probleem? Stuur ons dan een DM op Instagram of mail ons naar hulpvanavalies@tonymedia.nl. Je kunt ons volgen op Instagram, YouTube, TikTok en Podimo. Je kunt ons ook sterren geven. Ik ga niet meer uitleggen hoe dat moet. Nee. Maar dat kan gewoon. En nou, je zal wel moeten drukken op iets waar een ster op staat. Precies. Denk ik. Hè, zo met doen je muis. Het altijd. Met je muis. Gewoon met lekker je muis. Dubbelklikken. Alleen dubbelklikken. Huh? Wil je muis op de muismat houden? En dan zeggen wij tot volgende week. Dag.